Hij staat open, maar normaal, kijk, route inondée. Nou, hij staat open. Ja, hoogte geven ze ook niet op. Oh my god, we komen nou weer terecht. Hey. We hebben vast geen mensen achter ons. We zijn de enige debielen die dit doen. Nee hoor, ik ben verkeerd. Wacht even. Oh my god. Verkeer aan de overkant. Rijden maar. Die wijze gasten. Wij ook niet. Ik ben benieuwd naar de camperplek. Net zo gaar is hier. Nou ja, als hier iets kapot gaat, een stukje lopen terug. Oei, er zit een officiële weg. Oké. Come on, Daisy. Baby. Het is weer zo'n paardje. Oh my god, en er is ook geen centimeter ruimte aan de zijkanten, want je gaat naar beneden. En dat duurt nog 8,5 kilometer. En het heet weg. Volgens mij wil het mens ons kwijt of zo hoor. Van het grid af. Wat mee. Ja, we zoeken altijd van dat soort plekjes. We geven Truus wel de schuld, maar we waren toch aan het zwerven. Ja. Snap dat dan? We rijden weer terug naar de piramide. Nee, je ziet bijna nog goed. Ja, dat is wel heel mooi, maar het is wel nieuw asfalt. Ik bedoel, we hebben niks te klagen. Je hebt nog 7 kilometer te gaan op deze manier. Don't know. Ik wil het eigenlijk niet checken. We kunnen moeilijk keren, ik bedoel. De links en rechts, nature. Zakje er doorheen. Op, hij wordt nog smaller. Sla over 300 meter linksaf. Er is maar één weg. Truus. Oh my god, niet zoiets toch? Dat was een zandplaatje. Deze smalte. Oh, dat meen je. Je kan die man met die kar met die ezel niet eens doorheen. Ze is niet wijs hoor. Hier kom, moet eens kijken. We komen gewoon op een normale weg uit. Ik zei
idioot. Je kan er niet in een lulde camper dit weggetje moeten hebben. Nee, natuurlijk niet. Alleen wij zijn zo stom. Jee, je mag. Oh, dit is het ergste truusgedrag wat er is. Volgens mij neemt ze wraak op al mijn commentaar of zo. Nou, wij vonden de walkie-talkies thuis. Ooit is voor de lol gekocht. En die hebben we bij ons, maar die hebben we echt nodig gehad. Echt nodig gehad. Om Geer weer naar beneden te praten. Hoog, hoog, hoog. Stenen op de weg. Walkie. 5,5 kilometer flauwekul. En nou wordt het geruis. Neem wel een boom mee of zo. Hier trekken, hier. Die stedenmuur. Wow, dat gaat maar net. Nou, dat afgrondje hier. Dat is ook niet lullig. Passen we over het bruggetje. Oh, oh mijn god. Een hek. Oh ja hoor. Is die open? Kijk. Nou, we gaan er even de volgende keer wel even checken. Want het was de meest achterlijke detour die er was. Rechtsaan is naar boven. Parking. Oh, haarspel. En niet zo'n kleintje. Oh boy, dat meen je niet. Die wil ze ook. Oké. Die mensen zijn echt kijk van. Huh? Komen daar mensen uit? Komt die hierheen? Zonder te kijken. Nou, dat kun je vooral doen. Nee, wij ook niet. Ze wil dat we hier naar boven gaan. Ze wil dat we hier naar boven gaan. Dat hier. En dan zeggen ze uit het dorp links. Oké dan. Is het bier koud? Naar links. Hier naar links. Ja, de campingcar. Heb je wat achter je? Nee. Ze weten het wel te voorzien, hè? Sla over 600 meter links af. Mens, je loopt 600 meter achter. Ze zegt... Yo, lady. Hey, dag, man. Shit. Ik moet staan ongeveer in mijn stoel. Oh, dit is stijl, Geer. Zijn we de enigen die het durven? Wij zijn niet zo kinderen. Nee, wij zijn niet zo kinderen. We zijn gek. We zijn gewoon gestoord. Kijk, hier links. Mensen, dit. Ja. Dit heb ik helemaal nooit meegemaakt. Verdomd. We survived. Yay. Ze staat. Zijn wij toch een kampioen, hè? Wij, zonder dat we onze nek breken. Dat we het redden. Wauw. Leuk, joh. Je ziet die koppies eruit komen, kijk dan. Barsten voor jou. Geweldig. Kijk dan hoe die gevel eruit ziet.
geweldig, joh. Skateuren. Er komt een klein autootje langs. En die vertelt ons dat we vooral dat volgende weidje op moeten, omdat er allemaal beelden zijn neergezet. Geweldig, man. Leem over. Leem over. Eens kijken wat gaaf, joh. Okay. Geweldig. Dit is weer echt zo'n maffe plek, hè? Hier naar boven, Geer. Oh, leuk dat je is, hè? Ja. La sculpture. Ici, last week, last week. Oh, geweldig. Van klei gemaakt. Oh. Kijk dan. Hier een stuk bamboe door zijn kop heen. Peperhoeken mannetje. De penseur is een beetje in elkaar gezakt. Deze is waanzinnig mooi. Manshoog. Deze vind ik echt gaaf. Hij heeft een grote maatvoet. Boomschors zit erin. Klei. Leuk, hè? Nou, daar is de camperplek. Daar. We moeten omlopen. Met al die wijn. Laat die wijn eens zien, Geer. Zwaar. Wow. Oh, blij dat ik een stok heb. Die stenen rollen hier, zeg. Rollende stenen. En een beetje teut. We zouden geen wijn drinken vandaag. Maar we hebben wijn geproefd. Telt dat ook? We zijn koffie aan het maken. Het is hier een zootje, een boom, dat we in onze riante badkamer de was aan het draaien zijn. Dit is een mini wasje. Hebben we voor nog geen 15 gekocht. In Nederland, vorig jaar geloof ik. En die draait op onze zonnepanelen. Dus dat is perfect. Al die oude doeken, dat doen we voor de hond. Zodat die kussens een beetje netjes blijven. Want anders dan is dat grijs dadelijk zwart. Wit en grijs zijn leuke kleuren, maar je hond is net een klein kind. Ah, die vent trouwens ook. Oké, we staan dus op deze prachtige camperplek. We zijn er gisteren via de Highway to Hell gekomen. Het pad was zo smal dat we met de spiegels eroverheen staken. En menig keer ging Geer bijna tegen stenen wallen aan en zo. We hoorden takken over onze auto schuren en er tegenaan gaan. Ze heeft het overleefd, wij hebben het overleefd. We hebben een heerlijke nacht gehad. Ik zal even laten zien wat we gisteren gereden hebben. Hier hebben we geslapen gisteren. Wat is de mollo? Mooi startje. We hebben toen dit gereden. Naar boven, naar Perpignan. Omdat we daar een orange shop zochten. Dat was de enige in de buurt. Anders hadden we de stad vermeden. En toen zijn we als de sodemieter, want dit is een heel lelijk gebied. Toen zijn we deze weg gereden. We denken, want Truus heeft ons echt de jungle weer ingestuurd, dat we een weggetje hebben gereden die er niet op staat. Want die wegnummers, die hebben we op een gegeven moment niet gehoord. In ieder geval staan we hier, nu. Belesta, waar we dus wijn hebben gekocht. Prachtige camperplaats, maar je moet wel even zoeken. En vandaag gaan we naar Prades. Dus we zitten in feite hemelsbreed niet zo ver van Prats de Mollo. Maar daar gaat niks. Want dat is een massief de Canigou. Een vrij hoge piek. Of eigenlijk een chaîne, zoals ze het noemen, een keten. Vanaf Prades gaan we, ik dacht nog een beetje naar beneden. Ja, hier.
En dan pakken we deze weg omhoog. En deze weg is een, dat is de D118 geloof ik. Ik moet even zoeken of ik de goede heb. Ik kan het laten zien. Dit is de overzichtkaart. Hier ligt Perpignan. En wij zitten dus straks hier bij Prades. We zitten ergens hier. Dan gaan we naar beneden. En dan gaan we deze route zo zachtjes omhoog volgen. Kleine weggetjes tussen de grote steden door. Dus voorlopig is het weer lekker. Het is nu, ik denk, een uurtje of 9. En het zonnetje brandt op onze huid. Maar we zien wel wat wolkjes hier. Dus we gaan de Pyreneeën nu echt achter ons laten.